Hallo allemaal, super awesome dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe vlog. Het is vandaag, zondag, 1 oktober 2023. Ik ben in Den Haag en ik ben twee favoriete fans tegengekomen. Hello. Ik wil wel zeggen dat ik van jullie houden. En ik wil dus ook zeggen dat jullie best voor een leuke dag maken. Dus succes met de avonturen. Doei! Doeg! En ik ben in Den Haag, ga ik joggen vanaf hier naar Kijkduin. Dus ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier. Ik ben er klaar voor, ik zet hem runkeeper aan. En let's go! Hoppakee! En dan moet ik goed uitkijken wat ik aan het doen ben. Dus good luck! Het zonneschijn en de prachtige brug. Ik moet goed opwijken. Goed zo! Ik ben op een goede richting, want ik kan goed zien via mijn bril. Ik ga mijn eigen snelheid checken, hoe ik snel kan. Het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat super tof. Very good. Woehoe. Ik ben nu bij Den Haag Zuiderpark. En het is ontzettend groot, mooi park. Ik laat jullie zien. Kijk, nou eens aan. Heel veel vogels. En daar zijn het zo'n groot veld. En dus gelukkig staat ook een standbeeld. En ik heb nog nooit hier gezien. Het is voor mijn allereerste keer. Wat een fantastische Den Haag hebben ze dat, zeg. Hoewel ik niet weet waar ik heen toe ga, waar ik mijn plan heb, kom allemaal het vanzelf. Ik heb kraanwater in het flesje gedaan en nu ga ik proeven hoe vers dat is. Lekker verse water en duin. Oh, trouwens, daar staat hij ook nog. Ik laat jullie zien op de tekst waar de paal staat. Duin en water. Heb ik nog wel goed geraden. Woehoe! Hij wil veel vriend maken en ik wil wat zeggen tegen hem dat ik hem cool vind. Nou, veel plezier en ik hou van jou. Ik denk zo. Alsjeblieft, good luck. Hey, die meneer loopt er langzaam met vier fiets. En nu is het groen. Lekker, race tegen de tijd. Woehoe! Ik ben blij dat ik ga doen. En ik moet er rechtdoor vooruit. Hey, kijk uit. Ik val bijna, want ik geef hem niet op. En waarom? Omdat ik zeg altijd tegen mezelf, blijf vooruit gaan richting morgen. Haga ziekenhuis, hoofdingang. En ik ben in Den Haag nog steeds. Bovendien, ik ben hier om even lekker naar het restaurant eventjes wat hapje nemen. Want ik heb honger en dorst. Maar in het tasje van mij zit al een flesje. Maar het lekker is om frisdrank eventjes te nemen. Om even lekker prik geven aan mijn tong. En dan moet mijn maag ook vol worden om meer energie te geven. Hallo. Hey! Alles goed? Ja. Ik wil zeggen dat ik van jou heel veel hou. Hoe geweldig je bent, naar me toe rent. Ben ik zo geweldig, man. Ja. Mag ik met jou foto maken? Oh, kom maar als je wilt. Kom ik weer in jouw vlog? Weet ik niet. Ja hoor. Nou, hey mensen. Alsjeblieft met jou, want ik ben vandaag een beetje benen. Oké, maar het geeft niet, want ik respecteer jou als je achtergrond vertelt iets. Wat lief, man. Jij bent echt de vibe van de dag. Weet je wel. Dames en heren, ik heb wat leuks om jullie laten zien. Is deze plekje, zie je, en deze locatie ziet wel goed uit met het plaatje erop. En ik wil daar wel heen toe gaan om te zien in echt hoe de realiteit eruit ziet. Hout, eik en duinen. Laten we gaan die kant op toe. Omdat er is een plaatje, heb ik gezien. En die moet ergens daarheen toe. Dus ik ben benieuwd. Het is een oud kerkje. En daar is de muur die super oud is. Zo te zien zie ik daar een muur en daar is een bord. Laten we even de tekst lezen. Ik hoop jullie nog kunnen lezen. Mm-hmm. En hier is het dus. De oude muur. En zo zie je dus hoe de ruis ziet in het echt. Ongelooflijk mooi om te zien dit. En daar is een plek van rust en vrede. Oh, mijn maag. Ik moet echt naar de wc. Komt omdat ik gegeten heb en gedronken. En toen ben ik hier. Ik moet naar de wc toe. Want ik denk dat dit een openbaar wc is. Let's go. Hoppakee. Oh jee. Wat is dit? Yes, de toilet. Yes. Het is gratis. Gevonden. Oh my god, hallo. Ik ben wachtig gevolgd. Maar wacht. Ik wil wel zeggen tegen jullie dat ik jullie weer een geweldig steen heb. Samen heb jij YouTube video. Ik hou van jullie. Ah, dat is jullie.
Hey, wacht, ik heb wat leuks voor jullie. Willen jullie openings maken van mij? Ja! Oké. In de naam van super dankdo! Yeah! Bosjes van PEX. Ik ben nog nooit hier geweest. Dus laten we gaan. Verder! Yes! Ik ga even naar voetbal, even kijken. Ik ben benieuwd. Ik ken deze plekje niet. Maar het gaat erom. Ik wil plezier. Dus niet missen. Iedereen kan er die kant op. Ik ben lekker joggen. Oh, spannend. Yo kids, hier is hij. Mag ik op de foto? Ik wil wat zeggen dat ik jullie van half je houden. Kom, we gaan samen een foto. Let's go. Let's go, let's go. Wacht even hoor. Ach, wacht. Ik wacht. Netjes. Ook nog meer mensen. Iemand gaat een foto van me maken. Dango. Ja, ik hoor je. Commando, zeg maar. Cheese. Cheese. Kaas. Gelukt. Kom maar nu op jouw TikTok, Dango. Ja. Ja! Dat is super dan. Yo, dikke vet pink houden. Yeah! Kom maar, gaat er wat nog gebeuren? Jij mag, wat een mooie actie! Holy moly! Woe! Het is een geluk! Jij mag, eindelijk! Ik heb al die tijd gewacht. En nu mag ik nu vertrekken. Verder op naar de duin. Sportpark, Laan van Poot. Eindelijk. Voor de eerste keer. Het is een atletiek. Ik laat jullie zien hoe gaaf het is. Kijk nou eens aan. Rustig met mijn videocamera. View. Het is zo mooi rondjes. Als je spelenzalen schoen aan hebt. Voor hard atletiek. Om te joggen. Of hardlopen, whatever, dan ben je iets sneller. In dit natuur, Duinplas, daar leven ze ook een hele leuke beesten. Zo ziet het dus hoe het eruit ziet. En dan moeten jullie uitzoeken als jullie hier zijn. Op een dag. Wow, niet te geloven. I'm so happy. Wow, het is een echte realiteit. Ik wil het aanraken en voelen of het echt is. Het antwoord is helemaal echt. Volledig. Als magie. Oh, mooi. Oh, I love this place. Wow. It's such a good day. Ik voel me echt zo goed genezen hier. Ja. Het is zo goed dat het zo mooi om boven de top te moeten verleiden. Dus ik ga gewoon mijn best doen met joggen. Want ik ben lenig genoeg. Lachen, omdat ik vrolijk ben en ik heb het gevoel van dat het gelukt is. I'm so happy. Hey. Kijk hoe het is aan. Ik moet wel even kijken voor die twee guys. Yes. Goed gelukt. Ja. Ik ga naar beneden. Stap eens snel. Dat is een auto. Ik weet het. Het is mij gelukt. Het was spannend op het einde. Deze strand heet Den Haag Zuiderstrand. En laten we gaan die plekje toe. Woehoe! Yay! Het wind. Het voelt lekker. Daar, helemaal rechtdoor, zie je daar een reuzenrad vanuit Scheveningen. Dat kan ik makkelijk zien, jullie ook. En dat is het bewijs, terwijl ik hier ben, ver afstand vanuit reuzenrad. En het is onwijs knap, omdat het ver is. En aan die kant op is niks bijzonders. Het is gewoon een mooi plekje. Wat? Jeetje mineetje, wat is dit nou voor unieke locatie zeg. Dit heet dus duinen en omdat ik zie een zand en een stenen en een gras, alsof een woestijn hier is. In Nederland heb je een woestijn en het noem je een duinen. Hey, ik zie daar een bunker. Kijk dat op de top. Zien jullie dat? Ik ga naar die richting toe. Let's go!
Zijn deze poort open of dicht? Ik ga opproberen. Hij is open. Gelukkig. Ik schrok me rot, want ik dacht dat die dicht was. En nou wordt het zwaar om naar boven te kunnen gaan, bereiken. Maar wel goed voor mijn training. Pas op dat die zand niet in mij onder schoenen van mijn sportschoenen. Zo, dat loopt even raar. Maar het zo is het om door de zand. Natuurlijk, omdat die zand die zakte mijn schoenen in. Kijk daar nou, de enige echte bunker. Ik ben bijna er. Nog even volhouden. Hup, voet, let's go. Oh my god, I'm pretty tired. Maar ik geef niet op. Ik ga niet stoppen. Ik blijf doorgaan. Want dit is een bank. Ik kan hier lekker zitten. En zo, op steen is lekker. Maar te lang zitten, nee. Niet meer lekker. Wow, dit blaadje is heel anders. Meer naar witte kleur. Groene kleur. Kijk van achterkant. En hier is ook groene kleur. Wat een prachtige stad van Den Haag tegenover mijn gezicht. I love you, Den Haag. Zwijs naar mij. Helaas, niemand kunnen mij zien vanaf ver afstand. Daar is het. Eindelijk. Ik ben er. Ik ben blij. Kijk nou eens aan. Het is real. Het is no fake. Tada. Hoe geweldig hier is. Ik laat jullie zien. Het is verwarrend. Het is zo mooi. Het is, ziet er wel dichterbij uit. Maar als je echt vanaf hier naar die kant op toe gaat. Richting de stad. Is het ver. Omdat de aarde is rond. Het is niet plat, hè. Ja, maar sterk, als de aarde plat was. Dan was het super snel geweest. En dat is dan als heel. Laten we gaan even koekeloeren wat daar binnen is van die bunker. Jemig, moet ik helemaal kruipen? Het is een geheim plekje, maar ik ga niet kruipen. Of wel? Nee, want ik heb sportkleding aan. Het is wel een dag om niet te gaan doen. Nee. Ik ben er. Het is een fantastische plekje. Even kijken. Oh nee, kijk, dit gebeurde van als ik loop vanuit boven naar beneden, dan krijg je zand over mijn schoenen. Niet leuk. En het is wat het is, ik kan er niks aan doen, hoort erbij. Ik ben van plan om naar Hoek van Holland te gaan, dus nog maar 15 kilometer. Dat gaat echt lang behoorlijk durend, maar ik geef niet op. Ik ben super dankdo en ik ga sowieso op tijd zijn. Let's go! Hup, hup, hup! Come on. Op de Hoek van Holland. Yes! Ja, ik heb een monster bereikt. Daar is hij. En het is geweldig om dit te kunnen doen. Dat ik hier heb gedaan. Maar plotseling ben ik ook wat moois gezien. Kijk die kant op. Het is een watertoren. Let's go even dichterbij bekijken. Zo, in het echt is ongelooflijk hoog. En dan via de trap op naar boven, als je binnenkomt, dan is het heel lang route. Ik zweep me kapot. Mijn voorhoofd heeft een druppelen vanwege joggen. Nou, nu ga ik verder. Een wilde baard. Leuk om te zien. Fast surfers, super snack. Lekker, lekker wat lekker drinken. Prik van cola. Even more power. Maar ook moet ik naar wc voor pissen. Wat een mooie centrum zeg. Let's go! Ah, weet je hoe snel ik ben aan het auto? Nou, ik weet niet of ik snel dan auto, maar ik ben kijk, wow, awesome. Dit is een nog nieuw plekje voor mij. En welkom in dit centrum. Waar moet ik naartoe? Oh ja, ik moet nog naar de doel, einde, want voor mijn batterij opgaat. Hun zijn naar me toe gekomen en ik heb een deel gemaakt. Voordat hun mij een foto maken, heb ik een vraag aan jullie. Is het ver vanaf hier, Monster, naar de Hoek van Holland? Ja.
lopend zeker denk ik wel een uur of zoiets denk ik. Nog een uur? Ja, best wel een stukje lopen. Terwijl het 6 uur is. En wat zei je daarnet dan? Het lopen is... Echt ver. Mm-hmm. Heel ver. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Nou ja, lopen gelukkig niet. Dat sla ik toch over. Maar, ja. Dus het is zuur. Ja. Ja, het is zeker zuur. Zuur pad om weg te nemen. Oké, okay. Zeker. Ik zou het wel even doen. Is goed. Oké, okay, hoe leg ik uit? Gewoon rechtdoor? Ja, rechtdoor en dan moet je hier zo naar rechts. En dan mm-hmm. kan je gewoon heel de weg zo aflopen richting Hoek van Holland. Jeetje, een uur en een half uur gok ik. Oké, okay, ja. Het is 6 uur. We gaan foto's maken en dan ga ik aan de slag. Is goed. Ja, okay. Is goed. Ik zie de regenboog. Ik zie het. Maar geen grapje. Ik hoop jullie ook kunnen zien. En duidelijk. Kijk. Niet te hopen. Want ik kan wel makkelijk zien. Omdat die regenboog, die staat achter de wolk. En die verdwijnt en dan verschijnen weer. Ik mag geen grapje. Yes. Yes. Moeten jullie eens zien. Tadaa. Ik heb hem gered. Graven zanden. Ik ga een foto maken. En dan ga ik op Instagram story zetten. En dan verder ga ik rennen. Hoppakee. Ik ben op deze locatie en het is lekker rustig, omdat het in de avond is. Terwijl zondag is, helaas, is een rustig dag. Zondag, hè? Geen geintje. Zondag is zondag. Hè? Dit is een leuke plein. Zo cool. Je ziet, vet awesome hier. Ik ben moe. Mijn benen en voeten zijn ook moe. Maar ik moet live vooruit gaan richting morgen. Ik geef niet op. Ik moet rechtdoor, dan kom ik vanzelf het einde tegen. Hollandshoek, here I go. 1, 2, 3. Vrolijk is de beste. Door inzetten, positief leven. Yo, go! Hou vol, Hoek van Holland, nog 2 kilometer gaan. En daar is hij. Ik moet niet opgeven. Oh, mijn spieren. Oh, als ik spierpijn heb. Dan moet ik wel rustig aan. Ik stop niet. Ik moet blijven doorgaan richting morgen. En de zon is al ondergaan aanwezig. Mijn batterij gaat bijna leeg, dus ik moet opschieten. Super snel spieren vliegen als een vleermuis. Oh jee. Hoek van Holland. Die bord, ik ben eindelijk er. Ik moet nu naar de metro gaan. Daar is de finish. Kom op dan. Super dank, joh. Yes, go. Hoekse voetbalclub. Ik heb wel eens nog nooit gezien daarbinnen. Maar ik heb helaas geen tijd voor, want mijn batterij gaat leeg. Dit is een noodgeval, dus ik moet het opschieten. Op naar het doeleinde. Welkom in het centrum van Hoek van Holland. Wat een mooi centrum, want als je die kant op gaat, ja, is het Zeeman en een plein om te lekker rusten. En Albertijn is daar ook, zie ik. En dat is een boot voor kids. Oh, cool. Heel leuk hier in het centrum. Hallo. Hi. Hun kennen mij. Wat toevallig. Ik moet rechtdoor. De trap. En dan de heuvel. En dan kom ik bij metro tegen. En daar is de finish. Dus let's go. Finish it. En de metro die brengt je naar Rotterdam. En daar is het klaar. Eerst de trap. Jeetje. En toen ben ik hier. Daar is hij. Het treinstation. Lijkt erop, maar ik ga het zien vanzelf wel. Vet cool om te zien, jongens, dames en heren. Dat wil ik jullie tonen. Ik ben op tijd. Hey, YouTube! Yay. Ja, je bent toch! Hij made it! Vanaf Centraal. Den Haag nog hier. Maar dank jullie wel. Het gaat verder. Daar is een. Het is niet voor. Treinreizen of iets dergelijks. Het is meer voor als je naar Engeland toe gaat. Maar je moet de trip pakken, niet maar wel metro. Dat is die kant op. Zie je daar M? Dat gaan we doen. Ik ga rundkippen. Is klaar. Ik ga opslaan. Dit is wat ik gedaan heb voor vandaag. Goed voor mij. Nu ga ik beurs pakken en dan is het in richting 1 Rotterdam. En dan ga ik naar Horen toe. Dus bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Later!